heb je een voorbeeld zeg maar, van bijvoorbeeld wat je zegt van nou, dat is een grap die vrijwel altijd werkt. Een goede grap, je beste grap of zo, heb je dat? Ja, maar dat ga ik nu niet doen. Nee, en dan had ik al gedacht. Maar bijvoorbeeld een grap die jij dacht dat die heel goed was, die uiteindelijk niet bleek te werken. Die heb je natuurlijk al weggegooid. Maar heb je daarvan een voorbeeld, een soort van ervaring? Ik zit even te zoeken naar een specifiek voorbeeld. Daar heb ik natuurlijk meer dan genoeg van. Grap waarvan ik dacht, dat gaat heel erg leuk worden en dat het gewoon niet werkt. Tuurlijk, ik zit even te denken of ik een specifiek voor je heb. Daar zou ik even over moeten nadenken, maar het zijn er zoveel. Ja, dan gaan we eventjes over op de volgende vraag en dan komen we nog een keer terug. Ja. Je bent nu kom je op tv. Is het een droom die uitkomt? Nee. Ik vind het wel leuk. En ik denk dat het goed is voor Comedy Train en voor Toemler om te laten zien wat we hier doen. En om dat op tv te laten zien. En ik denk dat we wel iets kunnen toevoegen, hoe arrogant het misschien ook klinkt. Maar ik denk dat we stand-up hier doen op een manier die misschien net anders is dan stand-up die je normaal op tv ziet. Maar een droom op tv te komen, dat was misschien 30 jaar geleden aan de hand. Maar volgens mij is het tegenwoordig moeilijker om niet op tv te komen dan om er wel op te komen. Er zijn zo waanzinnig veel programma's. En ik ken echt driekwart van de bekende Nederlanders ken ik niet. Dus in die zin is het niet echt een droom. Hoe cynisch dit misschien ook klinkt, wat hebben ze, kijkers. Wat hebben ze moeten doen om jou over te halen dan? Oh nee, ze hebben niks hoeven doen om me over te halen. Nee, sterker nog, het was mijn idee uiteindelijk om het te gaan doen. Tenminste, ik heb het aangekaart en daarna hebben andere mensen die het veel beter kunnen het heel goed gemaakt. Maar omdat ik dacht, het is een goed idee om een keer vanuit Toemler zelf, van de Comedy Train zelf, een paar mensen te laten zien die een beetje weergeven wat we hier doen. Omdat ik wel veel comedy op tv zie, maar zelden precies wat wij hier doen. Niet dat het nou zo verschillend is, maar er zit toch wel een verschil in bijvoorbeeld wat wij hier doen en, nou noemen ze het anders, sommige Amerikaanse comedy stand-up. Noem eens één ding, dat specifiek Toemler. Nou, ik denk wat ik je net zei, dat de het is stand-up, maar het heeft stand-up comedy, maar het heeft ook te maken hier met of je iets te vertellen hebt. En wat in mijn ogen slechte stand-up is stand-up die eigenlijk alleen gericht is op wordt er om gelachen. Dus de maatstaf is dan alleen wordt er om gelachen. Die is hier, dat is natuurlijk hier ook de maatstaf, maar de maatstaf is ook, wordt er ook nog iets gezegd. Dit gaat natuurlijk ongetwijfeld weer enorm pretentieus klinken in de montage, maar ja, dat moet er maar. Dat moet er maar. Nee, we laten het helemaal zien hoor. En okay. In het item wordt het gewoon een bepaalde quotes eruit gehaald. Okay. Maar op Face Culture komt alles van te staan. Dus ook de nuancering. Heel goed. Nu gaan we nog één keer terug. Die slechtste grap. Een slechte grap. Een slechte grap. Of je dat al te binnen is geschoten. De keer dat ik opkwam en ik dacht dat het leuk zou zijn om een biertje over iemand op de eerste rij heen te gieten. En dat blijkt dus, als je dat echt doet, blijkt stukken minder leuk dan het in je hoofd is. Maar wat gebeurde er toen? Nou, ik werd heel kwaad en zei, waarom gooi je bier over me heen? En toen die mevrouw dat zei, dat was een bejaarde vrouw, toen dacht ik ook van, ja, waarom deed ik dat eigenlijk? Dat was een raar moment. Toen ben ik ook een paar maanden, mocht ik niet meer optreden. Toen hebben ze gezegd van, nou. Nou, ze was ook nog de eigenares toen. Van Toemler. Dat zag ik ook niet in die snelheid. Maar wat ik dus deed, was het bier over de eigenares van Toemler heen gooien. En er zat geen lach op. Dus het was eigenlijk op drie verschillende niveaus was het een hele slechte beslissing. Op welke drie? Nou, het was niet grappig. Ja? Ik pakte mijn werkgever. Ja? En op twee niveaus eigenlijk. Ja. Heel goed. Je bent heel scherp. Dat is heel goed. Het is ook natuurlijk niet echt helemaal gebeurd dit, maar dat. Ik zit alleen te denken voor je, want ik weet er namelijk geen. Wel leuk. Hey, dankjewel. Oké, graag gedaan. Graag gedaan.